In 1873 werd in Zweden een nieuw spoornet aangelegd. Edward Frenkel, hoofdingenieur van de Zweedse spoorwegen, richtte met Oscar Wallenberg en Otto Franke in Stockholm een bedrijf op genaamd Atlas. Hun missie? Het produceren van spoorweguitrusting. De ontwikkeling van het Zweedse spoornet vertraagde echter en Atlas werd hard getroffen. Met de hulp van Wallenberg werd het bedrijf geherstructureerd en wist het te overleven. In 1917 fuseerde New Atlas met een motorfabrikant Diesels Motors. Datzelfde jaar opende het bedrijf zijn eerste internationale verkoopkantoor in het Russische Sint-Petersburg. Omdat men voor de eigen productie betere werktuigen nodig had, begon Atlas zijn eigen persluchtgereedschappen te ontwikkelen. In 1936 werd de eenmansmachine geïntroduceerd. Eén enkele persoon kon een lichte rotsboor bedienen. De Zweedse methode werd een groot succes en leidde tot een internationale expansie met de opening van nieuwe verkoopkantoren wereldwijd. In 1940 stapte het bedrijf over van een productiegerichte aanpak naar marktgericht werken. De klantvereisten werden het startpunt voor zowel de productontwikkeling als de verkoopstrategie. In 1956 werd Arpic Engineering overgenomen. Arpic had een productievestiging van 8000 vierkante meter en 300 werknemers. Deze overname bleek zeer succesvol en erg belangrijk voor Atlas Copco. Na de overname van Arpic werd de naam van het bedrijf, Atlas Diesel, veranderd in Atlas Copco. Copco staat voor de Franse woorden Compagnie Pneumatique Commerciale. In de jaren 60 begon Atlas Copco zijn fabrieken te moderniseren en uit te breiden. De compressorenactiviteit ontwikkelde zich snel en de eerste olie-geïnjecteerde schroefcompressoren werden een commercieel succes. De introductie van een innovatieve olievrije compressor in 1967 creëerde veel nieuwe kansen in bijvoorbeeld de textiel-, voedings- en farmaceutische industrieën. In 1987 werd de Amerikaanse gereedschappenfabrikant Chicago Pneumatics, ofwel CP, overgenomen. Door deze en andere acquisities kregen klanten meer keuzes en een completer productaanbod. In 1984 werd Water for All opgestart, nadat twee werknemers Peru hadden bezocht. Ze besloten om mensen te helpen die door de droogte nood hadden aan schoon drinkwater. Met vrijwillige donaties van werknemers worden projecten gefinancierd om te boren of te graven naar water. Atlas Copco doneert het dubbele van de bijdrage van de werknemers. In de vroege jaren 90 ontwikkelde Atlas Copco zijn visie om first in mind, first in choice te worden en te blijven. De kernwaarden, innovatie, toewijding en interactie, werden gedefinieerd na onderzoek onder klanten, distributeurs en werknemers. Door de toenemende klimaatveranderingen stijgt de noodzaak voor energiezuinige producten en operationele efficiëntie. Atlas Copco blijft nieuwe, innovatieve producten introduceren om aan de klantvraag te voldoen. Atlas Copco heeft tot nu toe slechts 11 CEO's gehad. In 2009 werd Ronnie Leeten de tweede niet-Zweed die leiding geeft aan de Atlas Copco-groep. Zijn leiderschap kenmerkt zich door een sterke focus op service, operationele uitmuntendheid en het merkenportfolio. In 2011 werd een vierde business area toegevoegd, Construction Techniek. Elke business area heeft nu een eigen servicedivisie voor 24 uur op 24 professionele klantondersteuning. Ongeveer een derde van alle werknemers werkt in de serviceactiviteiten. Atlas Copco wordt erkend als een van de meest innovatieve en duurzame bedrijven ter wereld. Met een solide structuur en mensen van wereldklasse zijn we klaar om de volgende 140 jaar aan te vatten.